Dag beste kijkers, welkom bij BMW De Maas in Echt, de BMW M-specialist van Nederland. En vandaag zitten we in de nieuwe BMW M5. En niet zomaar één, maar één van de 400 First Editions, zoals je daar kunt zien. En in deze video wil ik jullie graag uitleg geven over al deze knopjes en hendeltjes en pookjes en icoontjes en pedals en weet ik hoe je het allemaal wil noemen. Ga ik jullie daar een uitleg over geven over hoe alles nou precies werkt. Want in de nieuwe M5 zitten zo belachelijk veel mogelijkheden. Zowel qua software als qua hardware, als qua afstellingen en configuraties. Ja, daar hebben we gewoon echt even de tijd voor nodig. Te beginnen met de knoppen hieronder die we al kennen uit de eerdere M-modellen. Dus we hebben een knop voor het motormanagement systeem. Die kunnen we switchen van Efficient, Sport en Sport Plus. De demping, eveneens die drie standen en de besturing. En nou, het motormanagement is vrij simpel. Dit gaat om gasrespons en om koppel en vermogen en dergelijke. En hoe agressief dat aanvoelt en hoeveel het ervan is. Onderstelafstemming, comfort, sport en sport plus. En comfort zou ik gebruiken als je bijvoorbeeld op hoge snelheid gaat rijden op wat slechter wegdek. Sport gebruik je als je een leuke weg hebt bij jou achter in de buurt. Wel gewoon op de openbare weg, dus het hoeft niet plankhard. Je moet nog wat oneffenheden absorberen. En Sport Plus, ja, is natuurlijk gewoon de circuit setting. De besturing is vrij persoonlijk. Ik ken mensen die vinden de comfortstand het fijnst in M-auto's. En er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het super zware van Sport Plus. Prefereren ze. En daar kun je dan dus ook nog voor kiezen. En dan zien we onder die drie standen, zien we ook nog 4 WD staan. Nou, en dat is eigenlijk het meest vernieuwende aan de huidige M5, aan deze nieuwe M5. En dat is dat hij dus vierwielaandrijving heeft. Maar het is een M-auto, je moet ermee op het circuit kunnen rijden, je moet er zelfs mee kunnen driften. En dat is iets wat een vierwiel aangedreven auto niet zo makkelijk doet. Is eigenlijk alleen weggelegd voor achterwiel aangedreven auto's. En dus kun je bij BMW kiezen tussen vierwiel aangedreven modus, waarmee die dus echt probeert om alle krachten zo efficiënt mogelijk te verdelen tussen de vier wielen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor 4 WD Sport. Dat zal ik even laten zien in het iDrive systeem. In de M5 heb je namelijk een speciale M setup. Dit vind je uiteraard niet in de gemiddelde 5 serie. En dan zie je daar MX Drive. En dan zie je dat je kunt kiezen tussen 4 WD, 4 WD Sport en 2 WD. En dit kun je alleen instellen als DSC helemaal uitstaat. Er is uiteraard ook een MDM stand voor DCT. Dat kun je met deze knop kiezen. Ja, het zijn echt heel erg veel knopjes. Nu staat hij dus in M Dynamic Mode, zoals je kunt zien. Maar als je hem weer aanzet en hem langer ingedrukt houdt, dan gaat hij in DC off. En dan kun je zelfs meteen een shortcut naar MX Drive configureren. En nu kan ik dus kiezen tussen 4 WD, 4 WD Sport of gewoon achterwielaandrijving. En dan zien we daar het icoontje dat we alleen achterwielaandrijving hebben. En waarom kan dat dan alleen met ESP uit? Nou, BMW wil gewoon dat het een heel bewuste keuze is. Dat jij kiest voor achterwielaandrijving. Niet dat jij per ongeluk door dat menu gaat en oh, ik selecteer even 2 WD en voor je het weet sta je achterstevoren. Want dit ding heeft 600 pk. En 600 pk is gewoon extreem veel. Dat hoef ik jullie gelukkig niet uit te leggen. Oké. Het volgende knopje vinden we hier. En dat is die van de uitlaat. De M5 is voorzien van een nieuwe uitlaat. Een speciale M-Sport uitlaat en die kent natuurlijk een kleppensysteem en wat softwarematige trucjes die hij toepast om hem gewoon een zo dik mogelijke sound te genereren. En die spielerij die zet je dus aan met dit knopje. Als hij groen wordt, dan betekent dat dat systeem aanstaat. Oké. Ik geloof dat ik nu alle knopjes gehad heb, behalve deze twee natuurlijk. Dit is natuurlijk het opschakelen, dit is het terugschakelen en nee, ik heb ze nog niet allemaal gehad. We hebben nog dit pookje namelijk. En op het pookje vinden we een
naar boven schakeltoets en een naar onder schakeltoets. En dat is de bruutheid, de snelheid waarmee de versnellingsbak schakelt. Dus als ik hem in standje 3 zet, dan zie je dat daar achter de D drie balkjes verschijnen. En die worden alle drie ingevuld, of 2 of 1. En je ziet het al, hij schakelt even terug. Daardoor wordt hij gewoon agressiever. En ook, ja, gewoon sportiever. Agressiever, daar bedoel ik mee. Hij zwakt het koppel niet af op het moment van schakelen. Dus als je vol gas geeft en hij schakelt dan, dan klapt hij de volgende versnelling erin zonder de motor eerst af te zwakken. En als jij hem in standje 1 rijdt, dan doet hij dat dus wel. En dat is veel comfortabeler. Anders krijg je zo'n tik in de aandrijflijn door de versnellingsbak heen. Iets wat heel prettig is als je echt aan het sturen bent. Maar als je gewoon comfortabel aan het rijden bent, dan wil je niet continu die tikken voelen van die versnellingsbak. Dat is wat je daar dus mee in kunt stellen. Wat je ook kunt doen, is als je een tikje naar rechts geeft, dan zie je dat die D achter het versnellingsnummer verdwijnt. En dat betekent dus dat je gewoon in de manuele stand zit. Ook wel de S-stand genoemd bij de M-bakken. Dat betekent niet sport, dat betekent sequentieel. En sequentieel betekent gewoon dat je zelf moet schakelen. Oké, dit zijn dus enorm veel instellingen. Echt, je zou tot miljoenen configuraties kunnen komen. Als je ze allemaal zou combineren. Nou, misschien op miljoenen wat overdreven is, maar zeker duizenden. Dus ja, je rijdt in heel veel verschillende omstandigheden. Op verschillende dagen, verschillend soort weer. Misschien op het circuit, misschien op een openbare weg. Op de autobaan misschien een keer. Nou, dan wil je dus allerlei andere instellingen. Om ervoor te zorgen dat je niet elke keer een half uur bezig bent om dat allemaal maar in te stellen en ben ik niet iets vergeten, heb je deze twee heerlijke snoepjes hier, M1, M2. Nou, dit is echt een pleziertje. Echt, dit is zo mooi gedaan. Dit zit dus ook alleen op de M5 modellen, niet op een M550i, niet op een reguliere 5-serie. Dit is speciaal voor M. En wat je hiermee dus kunt doen, dit zijn gewoon sneltoetsen. Dus je hebt M1, dat is een sneltoets voor configuratie nummer 1. En dit is de sneltoets voor configuratie nummer 2. Waar kun je dat dan instellen? Nou, dan ga je naar het iDrive systeem en dan ga je naar mijn auto. Weer naar die M setup. En hier zie je dus M1 configureren, M2 configureren. Nou, we zullen eens even naar M1 configureren gaan en kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Oké, als eerst kunnen we kiezen het DSC, dat is dus de Traction Control. En zoals ik had laten zien, die heeft drie standen. Helemaal uit, de M-mode of gewoon aan. Nou, laten we eens voor helemaal uit kiezen. De MX-Drive, dat is dus het vierwielaandrijvingssysteem. Wederom drie opties, vierwielaandrijving, sport. En in die sportstand zorgt hij ervoor dat er meer vermogen naar de achterwielen gaat en wat minder naar de voorwielen. Dat is ongeveer een 80-20 verdeling, dus het is nog steeds gewoon een veilige setup, maar je kunt wel een beetje spelen en je hebt gewoon ontzettend veel grip. Die auto die combineert een beetje sensatie met prestatie, zo zou je het kunnen vergelijken. Dus hij laat hem wat uitbreken, maar niet zo ver dat het echt ten koste gaat van rondetijden en dergelijke. En in ja, twee wiel aangedreven modus is het gewoon kermis, brook, driften, je kunt er alles mee doen. Die 4WD sportmodus is mijn favoriet, moet ik zeggen. Die motor die gaat natuurlijk in Sport Plus, want je wil gewoon zo snel mogelijk gaan. Het onderstel, nou, laten we dit even een straat setup noemen. Dus we gaan die in sport zetten. En de stuurinrichting laten we ook in sport. De transmissie kunnen we ook kiezen. Nou, dan kunnen we kiezen tussen D en S. En die hebben dus drie standen, zoals ik net heb uitgelegd. Dus wij gaan voor S sequentieel in de derde stand. Dat is gewoon de meest sportieve stand. Dan nog het head-up display kunnen we ook instellen. We kunnen kiezen voor M-view. Dat is wat je hierboven ziet. We kunnen kiezen voor de standaard weergave of voor ongewijzigd. En dan verandert het gewoon niet. Dan is het wat op dat moment wat je daar ziet. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar daar is het head-up display. Dan zie ik gewoon door de ruit in welke versnelling ik zit en dergelijke. Tenminste als je in die M-mode zit. Daar zal ik dus even voor kiezen.
En zo heb ik mijn M1 setup helemaal klaargemaakt. Gaan we ook nog een M2 configureren. En in M2 zet ik het DSC helemaal uit. Zet ik de vierwielaandrijving in 4WD Sport. Zet ik een motor in Sport Plus, onderstel Sport Plus, stuurrichting in Sport. Transmissie in S3 en ook die M-view voor het head-up display. Waarom kies ik voor deze setup? Nou, in deze setup krijg ik omdat ik 4WD Sport heb en het ESP helemaal uitstaat, de optie tot launch control. En dat wilde ik jullie ook graag laten zien, want dat is natuurlijk ook een van de super functionaliteiten van een M. We beginnen dus in M1. Nou, dat is één keer erop klikken en dan nog een keer om te bevestigen. En waarom moet ik het dan bevestigen? Nou, omdat je in een andere DSC setting gaat. En daar moet je je wel dus echt van bewust van zijn. Niet dat je het even aanraakt en dat het ESP meteen uitgaat. Nee, dus het is echt twee keer drukken zodat je weet, oké, het ESP gaat nu gewoon uit. Daarbij wordt ook weergegeven in welke vierwielaandrijving modus je staat. Of welke aandrijvingsmodus moet ik zeggen. Want je kunt natuurlijk ook voor achterwielaandrijving kiezen. En dan zie ik daar staan 4WD Sport. Dus ik weet, oké, er wordt wat meer vermogen naar de achterwielen gestuurd. En daar moet ik dus rekening mee houden. Ik ga even wat afremmen en een keer lekker doortrekken. Naar de tweede. Vol gas. En je voelt hoe agressief die bak is in die derde sequentiële stand. Het is echt, echt heerlijk om te voelen. Er zit nu niks achter mij. Dus ga ik naar de eerste versnelling. Vol op de rem, vol op het gas. En launch control. Oh. Zo. Het is echt niet normaal hoe snel deze nieuwe M5 is. Het was dus een probleem bij die vorige M5. Tractie. Die was alleen achterwiel aangedreven. En deze kan nu dus dat volle vermogen vanaf nul meteen verdelen over alle vier die wielen. En dat is echt de grootste verandering eigenlijk van dit model. Ja, dit was even een speciale, aparte video om het allemaal even uit te leggen over de knopjes en dergelijke. Want ik snap het. Dit is wat verwarrend. Sommige mensen hebben geen zin om die hele handleiding door te nemen. Kan ik ook nog wel begrijpen. Dus hoef je alleen maar dit videootje te bekijken. Wil je meer informatie over de M5 of over andere M-modellen? Kom even langs in de showroom in Echt. En dan krijg je daar gewoon het beste advies mogelijk over de M-modellen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.